Bij het Schuttershoes aan de Scholtenhagenweg in Haaksbergen werd de Twentse Klusterdag. Een eendagwedstrijd waar elk jaar wordt gehouden op de eerste zaterdag in november. De vogels werden gekeurd op Engelse wijze. Dat wil zeggen, er werden 7 vogels geselecteerd. Deze vogels worden net zo lang verplaatst tot de beste vooraan staat. Er worden geen punten toegekend. Alle ingeschreven vogels moesten eigen geweest zijn van de betrokken inzender en voorzien zijn van een gesloten voetring. Het bewijs van eigen kweek moest kunnen getoond worden. De keurmeesters kwamen van heinde en verre. Zo waren er Nederlandse keurmeesters, 3 Engelsen en 1 Belg. Daaruit kwamen uit de beste show Peter van Toon. En beste Twentse kluster werd René Alsema.